Maar het is een gigantische taart. Gigantamax All Creamy is een mega taart. Yo Nintendo fans en yo Rickertje Army. Wil jij ook in de Rickertje Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden en doe alvast even dat duimpje omhoog. En dan ga ik lekker voor jullie Pokémon Sword and Shield spelen. We zijn bij Opal in de gym. We moeten Opal gaan uitdagen. We hebben niet echt hele bijzondere counters voor Opal. En Opal is een Fairy-type gym leadster. En wordt gevraagd of we door willen met de gym challenge. Ja hoor, we gaan gelijk door. Laten we gaan. Ik ben er klaar voor. Ik ben net SpongeBob. Ik ben er klaar voor. Maar Opal is op zoek naar een nieuwe gym leader. Iemand die dus een fairy type gym leader wil worden. Ik wil dat niet zijn. Maar mijn vraag aan jullie is, als jullie een gym leader zouden zijn, welke type Pokémon zou je dan gebruiken? Ik denk dat ik zelf misschien voor elektriciteit zou gaan. Ik vind dat wel heel erg nice. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van poison en ghost type Pokémon, dus dat lijkt me ook wel heel vet. En Opal staat hier gewoon lekker te chillen. Gewoon lekker rustig. Die denkt al aan haar pensioen. Die denkt, ja, ik ben bijna klaar. Ik mag bijna met pensioen. Ik ga mezelf introduceren. Ik ben Opal de gym leader. Je hebt het goed gedaan met de quiz. De laatste deel van de missie, dat ben ik. En laat me checken hoe goed jij en jouw partner Pokémon zijn. Nou, wij lopen lekker richting de zijkant. Bij Opal duurt het wel langer. Die is nog niet zo heel snel. Kijk, die komt er nu zo'n beetje. Ja, nu draait ze zich om. Oké, Opal. Welk type Pokémon heb jij? Jij hebt natuurlijk Fairy-type Pokémon, maar jij hebt ook andere type Pokémon. En je hebt Galarian Weezing. Galarian Weezing is natuurlijk nog steeds poison, maar ook Fairy. Ik denk dat we deze beter kunnen counteren met Orbeedle. Ja, ik denk dat dit de slimmere keuze is. Ik hoop alleen dat we niet keihard pijn krijgen. Oké, begin met rustig met een tackle. De defense van Orbeedle is super hoog, dus dat is nice. Weet je mijn nickname? Vraagt ze. Ben je de Magic User of the Wizard? Je bent Wizard. Nice! We hebben de vraag goed beantwoord, dus onze stats worden geboost. Mijn snelheid gaat omhoog. Nou is Orbeedle sowieso ook best wel snel. Let's go. Psychic. Laten we gaan checken wat dit doet. Op Weezing. Het is super effective. Bijna gewone-shot. Oké, we krijgen nu een Sludge. Ja, Sludge is wel een goede move. Die doet best wel pijn. We gaan het afmaken met een Confusion. Ik denk dat het ook slim is dat we gelijk maar zijn geswitcht. Galarian Weezing. Genakt. Heel goed gedaan. Surfetch'n level omhoog naar level 35. Gaat goed met mijn team nu. Surfetch wil Defog leren. Oh nee, dat hoef ik niet. Oké, Mawile. Ik denk dat we die het beste kunnen counteren met Colossal. Mawile is natuurlijk Steel en Fairy. En Steel is goed te counteren met Fire. Dus ik ga hiervoor Incinerate. Oké, Mawile is wel sneller. Die doet Crunch. Doet niet heel veel pijn. Oh, ik heb natuurlijk de Rocky Helmet aan Colossal gegeven. Wat inhoudt dat als Mawile mij aanvalt, dat Mawile ook damage krijgt. En het is al klaar met Mawile. Het voelt goed dat dit nu weer lekker gaat. Na die moeizame gym challenge van de vorige keer. De vierde badge was zo moeilijk voor ons om te krijgen. Dit gaat goed tot nu toe. Maar we mogen nog niet te hard juichen. Nu krijgen wij te maken met Togekiss. Daar is Togekiss. Zal ik gewoon een beurtje eerder gaan dynamaxen? Vraag, wat is mijn favoriete kleur? Allebei denk ik. Pink en purple. That's what I like in other people, but not in myself. Nee! Oh snap. Oké, nu ga ik sowieso dynamaxen. Ik ga dynamaxen en ik ga max ooze gooien op Togekiss, jongens. Opal, I'm coming for you. Roar! Lekker Toxtricity. Kijk die kleine Togekiss. Oh, die is gewoon sneller. Dat wil ik helemaal niet. Oké, we hebben dit nodig. We hebben twee beurten nodig voor Togekiss. Ik weet niet of dit het slimste was voor mij om te doen. Kijk eens. Oeh, we krijgen flink damage van Togekiss. Dat houdt in dat we nog maar één beurt Dynamax over hebben voor de final Pokémon van Togekiss, wou ik zeggen. Van Opal. Togekiss is in ieder geval down. Daar gaat Togekiss. En welke Pokémon heeft Opal nu als laatste, jongens? Orbeedle, Morgrem en Toxtricity. Alle drie een level omhoog. Elcremie. Oh, Opal ziet er een klein beetje depressief uit. Ze krijgt nu pas de kick van haar ochtendteetje. Alright. Nou, ik ben benieuwd, Elcremie. Wat ga je doen? Hoe sterk ben je? Ben je sneller dan mijn Toxtricity? Dan is het misschien sowieso wel klaar. Oh, het is een gigantische taart. Gigantamax All Creamy is een mega taart. Level 38 trouwens. Laat me in ieder geval sneller zijn. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, ik ben sneller. Max Ooze er bovenop. Pak hem! Ja, one shot! Lekker! Dan hebben we het dus toch goed gedaan, jongens. Door eerder te dynamaxen op die Togekiss. All Creamy is gewoon in één keer kablinky blam down. Lekker. Ah, ik ben super trots op Toxtricity, jongens. Jij hebt het echt nice gedaan. Kijk hem staan. De eindbaas. Alsof het niks is. Yo, we verslaan Opal. We pakken weer een badge. Nice. Oké, het ontbreekt je nog steeds aan roze, zegt Opal. Maar je bent een hele goede trainer met hele goede Pokémon. Dankjewel, Opal. Dat vind ik toch wel aardig dat je dat zegt. Ik vroeg me af of jij aardig kon doen tegen mij. Maar dit vind ik wel aardig van je. Goed gedaan. Niet slecht, niet slecht. Maar toch niet echt wat ik zoek. Zoek het niet in jezelf. Het is maar een voorkeur. Ik vind de
de volgende gymleader vast wel ergens anders. Ik heb al een klein beetje een idee waar ik moet kijken. Jammer van je auditie, maar hier is de fairy badge. Dit is hilarisch. We hebben gewoon de auditie gedaan om trainen, om hier de gymleader te worden. En in plaats daarvan pakken we gewoon de badge. De vijfde badge is in de pocket, nog 3 te gaan. En dan mogen we gaan proberen om Pokémon kampioen te worden. Maar ik denk dat dat nog wel eventjes duurt. We krijgen de TM Draining Kiss, altijd chill. Ik denk dat dat een goede move is voor Morgrem. Ik was even zijn naam kwijt, maar ik ga die aan Morgrem leren. We krijgen nog iets, een fairy uniform. Ik denk niet dat ik die ga dragen, sorry. Fairy badge in the pocket. Lekker hoor. We lopen de gym uit. Wat gaat er nu gebeuren? Oh, Opal is er nog. Hallo Opal, wat is je plan? Ik moet wat dingen doen in Hammerlock. Wil je me joinen met mijn reis? Nou, laten we gezellig gaan. Dan moet je toch langs Hammerlock. Nou, weet je wat? Is helemaal goed. Laten we samen gezellig naar Hammerlock gaan. Oh, kijk, we zijn er al. Dat gaat lekker snel. Hammerlock, altijd zo'n stoffig dorp. Maar ik denk dat sommige Pokémon dat wel lekker vinden, zo'n stoffig dorp, zegt Opal. Nou, misschien ook wel. Laat ik in ieder geval eerst even lekker al minor Pokémon healen. Dan wil ik even de move Draining Kiss gaan leren aan Morgrem. Daar is die. Dan haal ik Torment weg. En leren we Draining Kiss. En dan wil ik ook even kijken of we nu Ultra Balls kunnen kopen. Omdat we dus een nieuwe gym badge hebben. Ja! Ultra Balls! Geef mij er 40. Hoppakee. Nou, eens even kijken wat we dan in Hammerlock moeten doen, jongens. Want blijkbaar moesten we hier langs om naar de volgende gym te gaan. Lekker op mijn fiets. Spring maar achterop en mij. Achterop mijn fiets. En daar is BD. En BD weet helemaal niets. Moet ik weer naar BD's hoofd kijken? Ik dacht dat het klaar was met jou. Je bent weggestuurd door de chairman. Wat doe je hier? BD zegt, heb je er echt tijd voor om mij hier uit te komen lachen? Natuurlijk heb ik daar tijd voor. Ik heb nog niet opgegeven. Ik moet de kampioen worden. En op die manier ga ik de chairman helpen. Ik ga hem nu vragen of ik de gym challenges mag rejoinen. Hé, hey, daar is Opal. Hallo. Opal zegt, hé, hey, die jongen. Wat is er met die jongen? Nou, dat is wat ik roze noem. Ik hou ervan, van dat roze, zegt Opal. Hé, hey, die ogen. Tijd voor mijn gym missie, kind. Wat, zegt BD. Opal kan rennen. Opeens kan die rennen. Kijk dan. Pink, roze, roze, pink. Waaah. Gefeliciteerd, kind. Oh, BD wordt natuurlijk de nieuwe gymleader. Opal, wat is er in godsnaam met je gebeurd? En Opal zegt, je bent gebruikt, hè, door Oleana. Je hebt zo hard gewerkt, toen ben je weggegooid als een vuilniszak. Kom met mij mee, kind. Ik mag je helpen. Ik kan je misschien helpen. Maar het heeft wel te maken met hoe hard je wil werken. En BD zegt, ben je mij aan de testen? Oké, ik accepteer het. Maar je moet me alles leren over de wishing stars. Opal zegt, vaarwel kind, je moet nu naar Kirchester. Daarvoor moet je over route 7. Nou, later BD. Ga jij lekker de nieuwe gymleader worden, joh? Je houdt toch van roze en paars en zo. Het zal je goed staan, dat uniformpie. BD, die gewoon een nieuwe fairy type gymleader wordt. Helemaal gek. En daar is Sonja weer. Die vraagt, hoe gaat het met het verzamelen van badges? Ik heb in Stone Side wat onderzoek gedaan naar het zwaard en het schild. Wat voor Pokémon waren het en waar zijn ze nu? Ik heb zoveel vragen. Wow. En opnieuw een huge ass knal. Wat gebeurt er allemaal hier in Kaloyo? Waarom ontploft alles? Hammerlock Stadion trilde. Dat is waar de Chairman Rose's Power Plant is. Zijn energiecentrale. Bedoel je waar Pokémon kunnen dynamaxen? Oh, kijk, Leon is er ook. Waar kom jij nou weer opeens vandaan? De Chairman is weer iets aan het testen en vandaar kwam die explosie. Nou, veel plezier hier. Ik ga door. Ik wil mijn volgende badge gaan halen, Sonja, Leon. Gaan jullie dit even fixen? Dan ga ik naar mijn nieuwe badge toe. Oh, en daar is Hoppy. Eerst dat bos, toen de quiz. Ik ben al een hele tijd de weg kwijt, zegt Hop. Maar ik heb je eindelijk weer gevonden. Kom met me mee naar route 7. Ik kan wat competitie gebruiken, zegt hij. Nou, let's go, Hop. Gaan we straks weer battelen, Hoppie. De volgende plek waar we naartoe moeten is dus Kirchester Stadium. Daarvoor moeten we blijkbaar deze kant op. Hier is Hoppie. En die zegt, oké, Rikachu. Moeten verschillende strategieën proberen om net zo goed te worden als Lee. Nee, ik wil niet net zo goed worden. Ik wil beter worden dan Lee, zegt Hoppie. Je weet al wat er gaat komen. Weer een battle! Let's get ready to rumble! Je begint met Trevenant. Oh, dat is nice. Ik begin met Toxtricity. Oftewel, dat is helemaal niet nice. Ik moet gelijk even switchen. En dat doen we dan maar naar Rillaboom. Oeh, dan kunnen we even gaan drumbeaten. Laten we even kijken wat deze move doet. Kijk hem trommelen, jongen. Hoppa! Babadabadabadzaffa! Not very effective. Ah nee, geen Confuse Ray. Ik denk dat ik beter had kunnen wisselen naar Orbeedle of naar Colossal. En dan kan ik hem even incineraten. Hoppateetje! Doei, Trevenant. Ik dacht even dat Trevenant namelijk
namelijk een ground of een rock type was. Maar Trevenant is natuurlijk een grass type Pokémon. Daar was ik even mee in de war. Rillaboom gaat een leveltje omhoog. Morgrem is ondertussen ook bijna level 40. Nu krijgen we te maken met Inteleon. En die is wel voor Rillaboom. Weten jullie wie Inteleon is? Jullie gaan het zo zien. Dit is Inteleon, de laatste evolutie van Sobble. Die ziet er ook wel echt uit als een baas, hoor. Oké, wat is dit voor move? Tearful Look. Daarmee gaat mijn aanval en mijn special attack naar beneden. Ah, ik denk dat we hem alsnog wel kunnen pakken, hoor. Pak hem. Dat ze flats. Lekker. Bye bye, Inteleon. Lekker move, hoor, van Rillaboompie. Toxtricity level omhoog. Surface level omhoog. Nu een Heatmore. Ja, voor Fire heb ik niet zulke lekkere counters. Behalve natuurlijk Colossal met zijn Rock-type moves. Heatmore doet Slash. En die heeft natuurlijk pijn van mijn Rocky Helmet. Ja, het is toch wel een lekker item, die Rocky Helmet. Wij deden even Smackdown. Oh, nu worden we gelikt. Heatmore is ondertussen bijna down door mijn Rocky Helmet. Dat is wel echt super chill. En nu is die helemaal down door Smackdown. Sorry, Hop. Ik denk dat ik je weer ga verslaan, man. Het spijt me zeer. Ik denk dat ik ook jouw Boltund ga pakken. Super leuk trouwens. De geëvalueerde versie van Yamper. Heel leuke Pokémon. Die kleuren zijn echt super flats of zo. Het lijkt bijna gewoon een geest, joh. Oh, Boltund begint te blaffen. Dat betekent dat mijn Colossal verdwijnt. En dat mijn Rillaboom me nu even af mag maken. Maar niet voordat Boltund mij even gecrunched heeft. Doe een drumbeating. Pat, 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 pat. Nice. Lekker avontje, hoor. Oeh, en dan een Snorlax. Dat is natuurlijk een prooi voor mijn one and only Sirfetch'd. Daar is die, hoor. Snorro. Ik doe een Rock Smashy op zijn bakkes. Lekker. Maar Snorlax overleeft het best aardig, moet ik eerlijk zeggen. Nu is wel de defense van Snorlax naar beneden gegaan. Dus ik ben benieuwd of we hem met de tweede klap alsnog kunnen slopen. Dat zou best wel eens moeten lukken als dit een critical hit wordt. Ja, ja. Lekker. En ook Snorlax, die is down. En ik denk dat we dan gewonnen hebben van Hop, of niet? Of heb je nog één Pokémon? Orbeedoo gaat naar level 38 nog even. En dat was hem. Ah, sorry, Hop. Hij zegt, dit is scheid. Mijn team kan er niet aan en ik krijg mijn gedachten maar niet op een rijtje. Ah, ik heb wel een beetje medelijden met Hop. Ik vind het wel een beetje sneu voor hem, hoor. Maar goed, voordat we aan dit avontuur zijn begonnen, dan weet ik nog dat ik naar Lee keek op de televisie. Hij was zo'n grote ster. Ik kon het bijna niet verdragen om naar hem te kijken. Maar nu weet ik hoe sterk hij echt is. En wat hij heeft, wat ik niet heb. En wat is dat, Hop? Oh, dat zegt hij niet, maar hij gaat wel sterker worden. En dan gaan we in de toekomst weer battelen. Helemaal goed, Hop. Ik zie je de volgende keer. Thanks voor deze battle. Thanks voor alle XP. En nu is hij weer helemaal overtuigd. Hij gaat nog harder trainen. Oké, Hop. En dan zijn we inmiddels al aangekomen op Route 7. Hier lopen nog wat trainertjes rond die we kunnen battelen. Laten we dat ook gewoon doen. Want nogmaals, ik heb echt alle XP keihard nodig. We zien daar de evolutie van Nickit. Toxtricity. Ik vind het wel echt de twee doopste types misschien wel bij elkaar. Poison en elektrisch. Ik vind dat zo'n lekkere combinatie. Hoppakee. Acid op Rimbambi. Oh, die overleeft het wel net. Dat is dan weer jammer, hè. Wat ga je nou doen, joh? Pollen Puff. Wat is dat nou weer voor een gekke move? Pak hem. Arm kleine Pokémon. Rimbambi is zo schattig klein. Nu dan. Vespiqueen. Ja, dat is een serieuzere boodschap. Het zou wel echt super chill zijn als ik nog een sterkere Poison type move leer. Want Acid is op zich wel chill, maar is niet super sterk namelijk. Ze boost nu haar defense zo te zien. Helemaal goed, maar dan ga ik je wel even vergiftigen. Hier, Toxic op je bakkes. Alsjeblieft. Ik zeg trouwens altijd Vespiqueen. Maar volgens mij is het Vespiqueen. Vespiqueen of zo. Er staan namelijk geen dubbel E. Dan ga ik nu even een Discharge doen, want dat is een sterkere aanval dan die Poison move. Oh, dit had ik eerder moeten doen. Jonge. Morgrem gaat naar level 40. Is dit het level waarop Morgrem gaat evolueren? Dat is natuurlijk een grote vraag. Of gaat het nog even duren? Ah, nee, Morgrem evolueert nog niet. Jammer. Ik heb hier Venoshock. Oh, wat? Toxtricity kan die niet leren. Waarom niet? Wat is dat nou weer? Mijn Poison-type Pokémon kan deze Poison move niet leren. Dat is echt super gaar. Hoezo niet? Oh, hier kunnen we zo te zien iedereen. Team Yael die staat hier. Je kan niet zomaar voorbij Team Yael lopen. Oké, de volgende battle. Deze meneer zegt dat hij taxichauffeur is. En hij heet Bruce. Corvus Squire. Volgens mij moet ik die kunnen hebben, want volgens mij is dit gewoon inderdaad nog een flying type Pokémon. En dan zou Discharge gewoon keihard genoeg moeten zijn, toch? Hop. Pa. Nice, lekker movie, hoor. Echt, als we straks een sterkere Poison move kennen, oh, dan wordt Toxtricity zo goed. Oh, je hebt nog een Flying-type Pokémon. Je bent een taxichauffeur die door de lucht gaat, denk ik, met al die Flying-types. Sorry, Rufflet, ook jij krijgt een Discharge op je bakkes. Doei! Het was leuk kennis te maken met je. Yo, wat is dat? Is dat de evolutie van Meowth? Yo! Oh, wacht, ik heb alleen volledig het verkeerde type. Berserker! Holy crap, de baard-Pokémon. Het is nog een baard-Pokémon in Pokémon Sword and Shield. Wat
sick. Kijk dan. Oh ja, ik kan hem natuurlijk helemaal niet raken, joh, die Persecutor. Oh shit, dit is een klusje voor Colossal, jongens. Oh, ik vind hem wel vet. Wat een sicke Pokémon. Wauw. Oh nee, ga je nou op mij ook swagger doen? Oh, je mist. Oh, dat is lekker. Doe Smackdown. Doet niet heel veel pijn. Dat weet ik. Maar ik ben bang dat ik hem kill. Nou, laten we gewoon Incinerate doen. En dan zien we wel of we hem killen. Oeh, nu krijgt hij elke keer damage door mijn Rocky helmet. Ja, we gaan hem killen, hè. Incinerate gaat hem slopen, of niet? Ja, dat dacht ik al. Oké, laten we Colossal gewoon op de eerste plek zetten. Ik wil deze wel even vangen, hoor. Ik wil wel even kijken hoe goed die is. Nee, geen swagger. Nee, doe dit nou niet. Dat is irritant. Je neemt ook nog het risico dat ik je daarmee in één keer sloop. Als ik mezelf niet sla. Kijk, Incinerate. Oeh, ook hij heeft 1 HP over. Dan moet ik hem nu in één keer raken. Want als hij mij nu aanvalt, dan gaat mijn Rocky helmet hem slopen. Kom op, ultraballetje erop. Let's go. 1, 2, 3. Pakken we hem? Ja, we hebben hem. Oké dan. Persecutor's data komt in de Pokédex. Het is een Steel-type Pokémon. Datgene dat op een helm lijkt, dat is eigenlijk gewoon hard haar. Wat? Deze Pokémon leeft voor battles. Ik wil even zijn summary kijken. Hoe goed is Persecutor? Hij heeft een hele hoge attack en defense, maar een hele lage special defense en special attack. Ik denk dat het altijd slim is om een Steel-type Pokémon in je team te hebben, omdat die zo vaak, er gebeurt zo vaak dat het not very effective is, de moves die tegen een Steel-type Pokémon worden gebruikt. Wie gaat er dan uit, hè? Wie gaat er uit? Is het dan toch Morgrem die weer weggaat? Ik denk dat we nog heel veel gaan hebben aan Morgrem namelijk. Toxtricity, die moet sowieso blijven. Gaat Orbeedle dan weg? Colossal wil je ook gewoon in je team houden. Dit is zo moeilijk. Jongens, ik kan niet kiezen. Ik weet het gewoon niet. Gaat Orbeedle weg, jongens? Is het dan toch Orbeedle? Ah, we doen Orbeedle wel weg. Ah, dit is zo'n moeilijke keus. Potverdorie. Maar ik wil Persecutor natuurlijk wel eventjes gaan testen. Want als hij niet goed is, dan moet hij alsnog uit mijn team. Maar dat gaan we zien in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch. .tv/Rickachu. Kom in de Rickachu Army. Abonneer. Ik zie jullie later. Mazzel!